Goedemiddag, wat super gezellig dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag, het is weekend, ons weekend is begonnen. Want Dennis is al thuis en we gaan een weekendje weg. Weg in eigen land op Baby Moon. Zo wordt dat tegenwoordig genoemd dan. De laatste weekendjes samen met je partner voor de bevalling. Dus ik heb er heel erg veel zin in. Ik heb me al klaargemaakt, de koffer is ingepakt. Het regent wel heel erg dit weekend, maar dat mag de pret niet drukken. We gaan er een leuk weekend van maken en ik neem jullie mee op pad. Heb je zin in deze vlog, dan alvast even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en dan wens ik jullie heel erg veel kijkplezier. Om lekker in het thema te blijven, heb ik deze jurk aangetrokken. Die kwam echt net op de valreep binnen, dus ik dacht, nou superleuk, doe ik die meteen aan. Die is van Nikki. Ja, kijk, ik kun je mijn buik echt mega goed in zien. Hij is wel... klein beetje aan de korte kant, maar ik doe er een lange jas over aan. De top is oversized. En ik heb wel deze laars onder. Ook van Nikki. Goedenavond. Inmiddels al. Ben je er klaar mee, schat? Helemaal. Oh, echt zielig. Zo druk op de weg. Echt niet normaal. Echt midden in de spits vertrokken. Maar goed. Maakt niks uit. We zijn bijna bij het hotel en we hebben super veel zin om lekker in te checken en dan een leuk plekje te zoeken om lekker ergens wat te gaan eten. We zijn nu aangekomen bij ons hotel. Wij verblijven in de Collector Hotel in Den Haag. We hebben net ingecheckt en Dennis heeft de kaart van onze kamer en we gaan nu die kant op. Ik heb een nieuwe jas aan van Nikki. Ik ben een oude jas. Oh my god, dit is echt leuk binnenkomen. Ah, zo lief. Oh, en daar hebben ze ook echt foto's aangehangen. Wacht, pak even mijn parapluie. Oh, dit is echt leuk. Superleuk. Oh, wat een verrassing. Kijk nou, schat. Hier met allemaal foto's van ons. Hoe leuk hebben ze dat gedaan? Zo. Ah, van onze vakantie in Italië. Dat is nog niet zo heel lang geleden. En deze, met mama. Oh, van de zwangerschap. En een super lief knuffeltje erbij van Nijntje. Daar ben ik weer, met een big smile. Ik had net een beetje traantjes hoor, echt zo lief en leuk. Leuk ontvangst. En ik ben helemaal toepasselijk met mijn blauwe jurkje van Nikki. Ik zal je nu even een roomtour filmen hier binnen. Heb je een grote spiegel. En dan deze kant op is onze kamer. Daar zit Dennis al. Hoi. Leuk ontvangst, hè? Super, moet je maar kijken. Ja, echt. Wat een verrassing. Helemaal blij van. Dit is ons grote bed. Dit is allemaal leuke foto's. Zakintos. Ja, we zitten dus echt midden in het centrum. En voethallen zijn in de buurt. Loetje zagen we ook al in de buurt. Dus we kunnen lekker gaan shoppen morgen. Super fijn wakker worden zo. En hier staat nog wat lekkers klaar. Lekker flesje water en snackjes. En de badkamer is ook echt prachtig. Een marmeren badkamer met gouden details. Gouden douche. Wij zijn helemaal happy met onze kamer. En we gaan er een leuk weekendje van maken. Ik heb me even omgekleed en deze leuke jurk aangedaan van Nikki. Super lekker stretchy jurk met lange mouwen. Echt heel fijn. En mijn buik. Lekker weer gegroeid de afgelopen dagen. En nu gaan we eten, want we hebben honger. Ik heb een nieuwe geurtje mee. Deze ruikt echt zo lekker. Van Kate Spade Sparkle. Dus die heb ik meteen eventjes opgedaan. Ik zit er gezellig bij Loetje. En Dennis wilde echt zo graag deze biefstuk uitproberen. XL. Grootste variant met sambalsaus. Komt er echt lekker uit. Heerlijk. En stiekem wel, ja, de sambalsaus niet, maar verder ben ik stiekem wel een beetje jaloers. En ik heb een burger. Lief burger. Komt er ook lekker uit. Goedemorgen. Voor mij een iets minder goede morgen. Nee, so far was het een hele goede morgen. Lekker wakker geworden in het mooie Collector Hotel in Den Haag. Het zonnetje schijnt. En we hebben super lekker geslapen. Ik heb ook echt heel erg lekker
gedoucht net. Ze hebben hier mega lekkere zeep, dus ik ruik meteen helemaal lekker fris. En toen wilde ik gaan vloggen met mijn camera. En toen kon ik hem dus niet vinden. Echt. Zwangerschapsbrein. Ja, niet te doen. Dus ik denk dat ik hem gisteren bij Loetje heb laten liggen. Ik hoop het eigenlijk maar. Maar ik ga heel even over op de telefoonvlog. En dan hopelijk zo weer met mijn camera. Goedemorgen. De camera is back. Wij zitten lekker aan het ontbijt. En we hebben wat besteld. Dus je kunt hier dus lekker iets bestellen. Dan heb ik lekker een eitje besteld. En ik pancakes. Ook al koffie gepakt, vers fruit. En dit vind ik dus heerlijke broodjes. Ik hou echt super veel van zoet de laatste tijd. Mijn pannenkoekjes zijn er met vers fruit en siroop. En Dennis heeft nog een eitje besteld. Morgen! Zoals jullie kunnen zien heb ik mijn camera weer. Big smile. Ik maakte me toch even een beetje zorgen. Van zou die nog bij het restaurant liggen dan? Want we hadden hier in de hotelkamer alles afgezocht. En hij zat dus niet in mijn tas. Dus ik dacht al van, ik heb hem gisteren ook niet meer gehad. Ja, het laatste dan bij het restaurant. Toen keken we op een fotootje die we daar gisteren hadden gemaakt. En toen lag hij daar echt gewoon midden op de tafel. Dus ik dacht, ik kan hem toch niet zijn vergeten als hij daar midden op de tafel lag. Nou, blijkbaar wel dus. Blame it on mijn zwangerschapsbrein. Echt verstrooid af en toe. Helemaal gek van mezelf. En voor de camera zelf vond ik het dan nog niet zo heel erg. Ja, natuurlijk vervelend, maar dat is maar iets materialistisch. Maar er stonden nog zoveel leuke beelden op die ik ook nog niet had opgeslagen op mijn computer van eerdere vlogs. Dus een les van mij, let goed op je spullen en zet de beelden tijdig op de computer. Nu heb ik geluk, want we waren er eigenlijk al best wel vroeg en er was al iemand, wonder boven wonder. En hij lag er nog, dus helemaal blij. Niemand heeft hem meegenomen. Echt fijn. En we hebben zo meteen een hele leuke afspraak. Net heerlijk ontbeten. Echt super lekkere pancakes gehad. Heerlijk. Ik heb een heel leuk jurkje aan van Mammies uit de nieuwe fall collectie. Ik zal hem zo meteen wel even laten zien in de spiegel. En we hebben een afspraak met Pret Echo Little One. En we gaan een 3D, 4D... 3D of 4D, dat zal zij daar ook wel uitleggen. Echo maken voor de allereerste keer. Super spannend. Moest veel water drinken, dus dat ga ik nu nog heel eventjes doen. En zij komt dus op locatie, dus dat is echt top. Zij komt gewoon lekker hierheen naar ons hotel. En we zijn ontzettend benieuwd, want ik heb op Instagram al een beetje gezien dat je dus al, ja, als je geluk hebt als het kindje niet zijn hand of zo voor het gezicht heeft, zijn mond en zijn neusje kan zien. Dus ik vind het helemaal spannend en ik heb er zin in. Dit is de outfit die ik aan heb. Dit is dus een super fijne zwangerschapsjurk. Maar wel een fashionable zwangerschapsjurk. Maar je merkt wel echt, dit is een heerlijk stofje. Super stretchy. Stretch lekker mee met mijn buik. Ik heb even dit pyjamaatje aangetrokken. Dat is wat handiger als we dadelijk bij mijn buik moeten zijn. Deze is super leuk van The Olive. Met mijn naam erop, Lieke. Zit nu wel iets strakker dan normaal. Maar hij gaat nog aan. Dat is al een wonder. Oh, te leuk. Kijk nou. Is een hoepje. Is lekker wakker. Voel je dat ook? Nee. Hoe ligt hij? Ligt hier zijn hoofd? Zijn hoofd ligt hier. Hier? Is zijn hoofdje beneden? Die ligt nu? Oh, ja, een beetje schuin. Oké. Okay. Ja. Oh yes, dan ben ik blij. Een beetje hier zo. Dus hij ligt een beetje scheef zo. Ja, maak je er nog maar niet zo druk om. Dat zei ik ook al. Ja, dat zei je. Maar de vorige keer lag je echt continu gewoon bij elke echo gewoon zo recht, zou ik maar zeggen. Ja, hij ligt nog wel een beetje dwars, maar wel meer met zijn hoofdje naar beneden al. Dus. Nou, die neus kan je wel best wel zien. Zeker. Is die van jou? Wat een beauty zeg. Echt. Het leuke is, hier zie je zijn vingertjes bij mij komen. Voel me koningin, wat trots. Ja, maar dat snap ik. Dat hebben jullie gemaakt, hè? Mooie. Een kindje. Prachtig. Knap je hoor. Nou, zo leuk. Ik ga hem van dichtbij laten zien. Ah. Ballonnetjes er nog bij. We hebben net heel goed gezien dat het ook een jongetje is. Dus dat is wel echt heel leuk. En ook om het neusje zo al een beetje te zien. En de mond. Wij zijn net klaar met de echo.
Big Smile was superleuk. Erg leuk. Heel speciaal om zo te zien. Superleuk om Pietertje te zien. Pietertje noemen we nou even. En jullie man, want ondertussen waren we aan het FaceTime. Ook heel even om het aan jullie man te laten zien en aan mijn ouders. En die zeiden al meteen van, ik zie het neusje van jou. Een mondje. Echt leuk. Ik kan niet stoppen met lachen. Ik voel me echt super trots en blij. En was wel heel speciaal om dit zo samen mee te maken. Zeker. En zij was ook echt heel erg lief. Heeft het heel fijn gedaan. Daarna nog een heel mooi gesprek met haar gehad. En nu gaan we vlug naar buiten. Want de zon schijnt nog onverwachts. Het zou echt gaan regenen. Dus we gaan lekker een rondje maken door de stad. We hebben ook hele mooie foto's meteen gekregen. Die had ze uitgeprint. En we hebben een USB-stickje met alle beelden. En nu wordt er nog een 6D gemaakt. Dat is ook heel erg spannend. Heel spannend. Ben ik ook heel erg benieuwd naar. Kun je dus echt nog meer zien hoe het gezichtje eruit ziet. Maar onze dag kan al niet meer stuk. Dit zijn de foto's. En je kunt dus echt best wel heel duidelijk het gezichtje zien. Deze vond ik ook heel lief. Die zo gaapt. En hier een mooi profiel. En ze nam echt alle tijd om rustig te kijken. En ook super fijn dus dat ze hier gewoon op locatie kwam. In de hotelkamer. Echt heel bijzonder. Kijk eens hoe gezellig de entree is van ons hotel. Nou, we zijn outside. We hebben de paraplu mee, maar het is nog lekker droog. We gaan even een rondje maken. Ze hebben hier dus heel veel verschillende soorten gerechten. En even kijken waar we zin in hebben. Het ziet er hier in ieder geval super gezellig uit. Ze hebben ook echt van alles wat, dus het moet goed gevonden waar we zin in hebben. We gaan lekker voor een burger. En Dennis ook. Homemade burgers. Ziet er goed uit. We hebben een leuk plekje gevonden en het is dus heel erg gezellig hier. Want je kan dus voor verschillende tentjes wat kleins bestellen. Dus nu hebben we allebei een burger besteld. En ik zag net ook al bestelde nata. Dat heb ik dus nog nooit gehad, maar het schijnt heel erg lekker te zijn. Dus misschien dat ik die dadelijk ook nog even wil proberen. Helemaal gezellig en ook fijn overdekt. Het begon net een klein beetje te regenen, maar dan zitten we hier toch gewoon lekker binnen. Lekker knus. En het is recht tegenover ons hotel. Dus dat is ook echt tof. Misschien dat we hier vanavond ook nog even terug gaan. Want we kunnen nu natuurlijk niet van alles wat proberen. En misschien dat we straks ook nog lekker iets eten is er. Burger time. Goed uit, zeg. En er zitten ook nog frietjes bij. Nou, meer dan genoeg. Lekker wat gegeten bij de foodhallen. En het is nu weer shopping time. We zijn even bij Zara. We hebben ook nog even een ijskoffie met stroopwafelijs gehaald. Want we moeten onszelf verwennen, toch? De hotelkamer en ik ga me even omkleden. Ik heb deze mooie nieuwe zwangerschapsjurk van Mammies. Ik heb ook het stoomapparaat meegenomen. Dus die ga ik heel even stomen. Ga ik die aantrekken. Hele mooie kleur. Een mooi stofje. Wie jij? Nee, jij. Nee, zit er allemaal. Ik heb ook een heel leuk nieuw jurkje aan. Dan is het mooi een pak. En we gaan weer terug naar de voethallen. Was goed bevallen. Was goed bevallen. Lekker eten. Zin in. En er komt live muziek vanavond. Mooi. Wij zijn weer bij de foodhallen. Cheers! Met live muziek op de achtergrond. En ik heb een alcoholvrije mojito strawberry. Echt heel lekker. Leuk speertje. Dit plekje gevonden. En we gaan even een potje regenwormen doen. Ik ga je even inmaken. Ik zit gezellig bij Renato's. In de Italiaanse sferen. Dit zagen wij vanmiddag al en toen dachten we, hier willen we echt eten. En Dennis heeft een pizza met gorgonzola en parma ham. Ziet er echt heerlijk uit. We hebben nog een drankje besteld. En ik heb een truffelpasta. Oh my god, het ziet er heel goed uit. Heel goed. Gaan we van genieten. We hebben nog even een toetje toucher gepakt. Amandelcake met vanille-ijs. Hele goedemorgen. Het is vandaag zondag en wij zijn weer heerlijk wakker geworden in dit mooie hotel. Nu al zin in het ontbijt. Dat het gisteren natuurlijk zo goed smaakte, zo uitgebreid was. Met mega lekkere pancakes. Heb ik nu ook gewoon weer zin om te gaan ontbijten. Ik heb me lekker gedoucht. Haren gedaan. En deze leuke jurk aangetrokken. Zal ik zo wel heel eventjes laten zien. In de dit is de outfit die ik aan heb. Deze mooie jurk. Van Most Wanted.
We zitten aan het ontbijt en dit is de eerste ronde. Het ziet er goed uit. En dan is het eitje besteld, dus die komt er zo aan. En hij begint met een croissantje. En allebei met een cappuccino, vers fruit. En dit broodje was gisteren echt heel erg lekker, dus die heb ik weer gepakt. Ik heb cakeje en ik heb nog pancakes besteld. Kijk eens wat een feestje in de ochtend. Oh, heerlijk begin van de dag. En Dennis die heeft eitjes. Vers eitjes. Wij hebben heerlijk ontbeten. En nu gaan we uitchecken. We hebben echt het allerfijnste verblijf gehad. Zo'n fijn weekendje weg. Echt van genoten. Slik zijn, hè? Mm-hmm. Koffertje staat klaar. Ready om terug te gaan. Wij zitten in de auto en we kregen net nog super lief een tasje mee van ons hotel. Een snacktasje met allemaal snackjes. Koekjes, wat te drinken. Chocola. Dus dan hebben we nog wat te snacken onderweg. Heel attent. We zitten nu weer in de auto onderweg naar huis. We hebben het echt super fijn gehad. Was zo leuk. Vliegt dan echt voorbij zo'n weekend. En bij deze wil ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een leuke vlog vonden. Vond je deze vlog leuk? Dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doei doei. Een vermoeid, maar vooral heel blij gezicht van mij. Ik heb zo'n leuke middag gehad. Echt een verrassingsmiddag. Ik heb namelijk mijn baby shower gehad. Ik ben echt helemaal verrast. Super goed georganiseerd door mijn lieve vriendinnen en mama. En Dennis die zat ook in het complot, want we waren natuurlijk een weekendje weg. En hij zei al van, ja, ik wil zondag wel een beetje op tijd thuis zijn, want ik ga naar PSV. Dus nou helemaal prima. We waren vrijdag al vertrokken, dus tijd zat. Ja, Dennis die was dus naar PSV. PSV kijken uiteindelijk. En ik ging gezellig met Romy lunchen. En toen liepen we ergens naar binnen in Eindhoven. En toen zaten daar al mijn lieve vriendinnen. En ja, dat was echt super gezellig. Hebben we daar een high tea gehad. Ik zal zo meteen wel heel even wat sfeerbeelden delen. Het was helemaal mooi versierd. En allemaal van iedereen een babyfoto. En dan mocht ik raden wie het was. En als ik het goed had, mocht ik een cadeautje uitpakken. Nou, ik ben mega verwend. Ik ga jullie sowieso in deze vlog nog alles laten zien. Een hele goede middag. Het is vandaag vrijdag. Weekend en ik heb vandaag wat leuke reels gefilmd. Hierachter, ik weet niet of je het helemaal goed kunt zien, is het echt een puinhoop van alle outfits die hier liggen. Ik heb ook een paar beelden gefilmd met mijn vlogcamera van wat leuke outfitjes van Nikki. Dus die zal ik nu heel eventjes laten zien. En dan ga ik uiteraard nog mijn leuke cadeaus delen die ik heb gekregen tijdens mijn baby shower. Want dat was volgens mij het laatste wat ik heb gefilmd in deze vlog. Dus vind je dat leuk? Kijk dan gezellig even mee. Dat waren mijn nieuwe Nikki outfitjes. Preggy proof. Ik heb deze leuke jurk aangehouden. Die vind ik echt prachtig. Mooie herfstkleur. En nu de tas vol met cadeaus die ik heb gekregen tijdens mijn baby shower. Echt, het was zo'n verrassing. En ik heb zo'n leuke middag gehad. En ik ben ook heel erg goed verwend. Dus ik wil jullie graag nu laten zien wat ik heb gekregen als jullie dat leuk vinden. Allemaal teddy dingetjes, fluffy dingetjes. Dus mijn vriendinnen kennen me al goed.
weten helemaal wat ik leuk vind. Dit schattige jasje heb ik van mijn schoonmoeder gekregen. Echt zo lief in maatje 56. Dus hopelijk kan die meteen aan. Super lekker fluffy. Echt zo'n leuk teddyjasje. Ik ben heel erg benieuwd hoe het hem gaat staan. En dit jasje is van Prenatal, mocht je dat willen weten. Dan heb ik van Floor en Christy en Malike dit pakje gekregen. Is van hetzelfde merkje. Heel schattig met van die oortjes. En dan deze mooie knuffel. Ik vind de knuffels dus van Happy Horse echt te leuk. Deze heb ik van Sabrina. Het is een hele mooie beige kleur. Ze zijn ook echt super zacht. Dit was meer, van papa en mama krijgen we namelijk al een heel erg leuk cadeau. Dus dit was meer een extraatje. Dit is namelijk mijn oude tas geweest toen ik klein was. En dit is nu weer helemaal in natuurlijk van die dieren en fluffy tas. En dan nog iets uit de oude doos. Dat zijn deze kledinghangers. En die kledinghangers heb ik zelf ook gehad toen ik klein was. Dus die zijn nog van mij. Mama bewaart echt alles. Dus dat is ook wel heel erg leuk om die nu te gaan gebruiken voor onze mini. Dan deze sokjes. Die zijn echt zo lief. Echt in de perfecte tinten van H&M. Dan heb ik van Anouk deze mooie. Ook echt een cutie. Hele mooie bruine kleur. Van Romy en Veri ook weer deze. Dit pakje van H&M. Met een schattig eentje. Van Sasha. Dit cadeautje. Weer zo'n leuk konijntje. Maar dit is dan een rammelaartje. Vind ik ook wel echt heel schattig. Lijkt een beetje op mijn knuffeltje van vroeger. En deze tas van Veri en Romy. Daar ben ik echt mega blij mee. Die kan ik fijn als luiertas gebruiken. En aan de kinderwagen hangen. Van binnen is hij heerlijk zacht. En hij is super groot. Dus er past ook echt veel in. Echt een top cadeau. Daarnaast ben ik zelf natuurlijk ook volop babykleertjes aan het shoppen. En ik wilde jullie graag mijn bestelling bij Klein laten zien. Echt een superleuk merkje dat ik een tijdje geleden leerde kennen. Toen ik met mama bij Nikki's in Veghel was. En daar heb ik nu ook het een en ander van besteld. Allereerst deze slofjes. Hoe mini zijn deze? Oh, echt. Ja, ik vind het allemaal zo leuk en lief. Een mooie beige kleur. En daarbij dit vestje. Leek me ook heel erg handig en makkelijk te combineren van een prachtig stofje. Dit rompertje, wat ik daar zo leuk aan vond, is dat hij een kraagje heeft met lange mouw. En dan zou ik daar dit broekje onder aan doen en dan heb je meteen een super mooi setje. En ik heb het rompertje ook nog in een andere kleur besteld. Beetje meer zo beige, taupe-achtig. En weer een heel lief jasje. Ja, ik heb echt iets met teddyjasjes. Ik ben bij papa en mama. Voor de Italiaanse avond. Italië. En we horen bij de Italiaanse avond. Zeg je dus? 3, 2, 1. Italiaanse muziek. Kijk eens. Het ziet er gezellig uit. Ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het niet. Je pannen stil in je zat. Ik ga het wel pakken, maar ik weet het niet. Salade. Klein beetje nog. Ik heb hem hier in de pan, hè. Pannenkoeken. Een hele goede middag. Inmiddels is onze badkamer geplaatst en wij zijn echt helemaal blij. Hij is nog niet 100% af. Er moeten nog wat kleine dingetjes gebeuren. Dus daar wacht ik nog heel eventjes op totdat ik jullie het eindresultaat laat zien. Ik heb een jurk aan van Most Wanted. Echt wel een beetje een herfstoutfit. Super fijn voor mijn buik. Mijn buik is ook echt super hard aan het groeien. Ik ben inmiddels al 31 weken. En ik heb nieuwe laarzen hier onderaan van Nikki. Een maatje groter, want ik heb dus een schoenmaat groter gekregen door de zwangerschap. Mijn bestelling van IKEA is binnengekomen. En ik heb deze bakken bij IKEA besteld. En daar ga ik mijn kastjes van de badkamer mee organiseren.
Ik heb 5 van deze witte bakken besteld. Er zit ook een deksel bij, maar ik denk dat ik ze gewoon zo erin ga zetten. En 1 zo'n organizer. Leek me wel heel erg handig voor mijn make-up. Dus ga ik zo meteen ook erin zetten. En dan nog deze losse bakken. Die zijn eigenlijk ook voor de commode, de babykamer. Maar wellicht heb ik er nog een aantal over, want volgens mij heb ik er best veel besteld. En ik heb deze knuffels die ik heb gekregen met de baby shower in de bokzak gedaan. Echt schattig. Deze vind ik ook zo lief. Die is van Jolijn. Kijk hoe cute. Klusje, maar ik heb de lades nu ingeruimd en ik zal jullie even laten zien hoe het eindresultaat eruit ziet. Aan deze kant heb ik dus deze organizer. Ik denk dat ik die nog een keertje bij wil kopen, want die is wel echt heel erg fijn. Dat je er lekker veel aan kwijt kunt. Ook veel losse dingen. En hieronder heb ik dus mijn make-up paletten. En hier heb je ook allemaal kleine vakjes voor crempjes en dingetjes. En dan heb ik hier deo en andere soort dingen voor mijn make-up eraf te halen. Voor de kwasten wil ik nog even een apart kleiner bakje aanschaffen. En hier heb ik het een en ander van Dennis neergelegd. Aan deze kant heb ik verschillende soorten olie die ik gebruik. Deo, andere dingen. Steltang, krultang. Hier allerlei douchespullen. En wat handdoeken. Ik kan er even lekker bij gaan zitten. Want dan kan ik even met jullie kletsen. Ik weet eigenlijk niet zeker of ik het al een keer heb verteld. Maar elke woensdag ga ik naar zwangerschapsyoga. Dat vind ik echt super fijn. Kom ik lekker helemaal tot rust. En 1 keer in de 4 weken is er ook een partnerles. Dat heb ik deze week ook gehad. En dan gaat Dennis mee. En ja, dan kun je je al een beetje voorbereiden op de bevalling. En het gaat dan vooral over ademhaling en ja, rustig blijven. En ik vond dat wel een heel belangrijk ding voor mezelf om te doen. Ik heb natuurlijk een tijd geleden, is inmiddels alweer een paar jaar geleden, maar toen ben ik van de roltrap gevallen in Marrakesh. En toen moest ik met spoed naar het ziekenhuis met ambulance. En daar verstond ik helemaal niemand. En ik vond het ziekenhuis daar ook best wel een beetje eng en viezig en akelig. En toen ging ik ook helemaal hyperventileren. Heeft toch best wel indruk op mij gemaakt. En dat wil ik dus vooral niet tijdens de bevalling. Dus in die zin dat ik me nu kan voorbereiden erop door ja, te oefenen met de ademhaling. En ja, je niet helemaal te laten overvallen door de pijn. Tuurlijk weet ik niet helemaal wat ik kan verwachten. Maar ik denk wel dat de ademhaling iets moois is om op terug te vallen. Dus elke woensdag volg ik daarom yoga. En dat vind ik echt heel erg fijn om te doen. En toen dacht ik wil ook nog wat yoga spulletjes bestellen voor thuis. Zeker als ik straks verlof heb. Ik moet nu nog een maand werken en dan heb ik verlof. Dan lijkt het me heel erg fijn om gewoon elke dag thuis ook een paar yoga oefeningen te gaan doen. Dus ik heb het een en ander besteld. Dat is nu binnen. En dat wil ik graag even met jullie delen. Ik heb het besteld bij Super Yoga en ik kwam op de site terecht. En ik zag dat ze echt allemaal hele mooie natuurlijke kleuren en natuurlijke materialen hebben. Ik ga meteen even het yoga matje erbij pakken, dan snappen jullie wat ik bedoel. Kijk eens hoe prachtig. Geen felle, gekke kleuren. Maar ja, dit is gewoon heel erg mooi. Dit is niet erg als dit in je woonkamer blijft liggen. Tenminste, hier blendt het helemaal in. Dus met het matje ben ik al heel erg blij. En wat ik verder nog heb besteld, daar ben ik echt tijdens de yogalessen achtergekomen, is dat ik zo'n kussen super fijn vind. Daar kun je gewoon bepaalde houdingen heel erg fijn op doen. Kan ik me ook heel erg lekker op ontspannen met mijn buik. Dus ik vind het top om deze ook thuis te hebben. En deze is ook weer van een heel erg mooi materiaal gekleed. Ook helemaal in dezelfde tinten. En tijdens de les merk ik wel eens als we dan een oefening moeten doen waarbij we onze ja, hakken, hielen helemaal op de grond moeten plaatsen, dat mijn Achillespees niet zo lang is. Dus dan ja, rol ik deze op en dan leg ik die erom. En als laatste dit pittenzakje. En als het goed is, ruikt deze dus naar lavendel. En kan deze je echt helpen ontspannen. Oh ja. Er komt echt een hele lekkere
sterke geur vanaf. En je kunt die dus ook gewoon op je voorhoofd of op je ogen leggen tijdens een meditatie. En ik heb zelfs gehoord dat dit fijn kan zijn tijdens de bevalling. Dus ik ben helemaal content met mijn bestelling. En helemaal zin om er tijdens mijn verlof vooral mee aan de slag te gaan. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik ook dit deel. Niet alleen fashion, maar ook het lifestyle gedeelte waar ik nu dan mee bezig ben. En vooral tijdens de zwangerschap. Bij deze ga ik de vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie dit een gezellige vlog vonden. Vond je deze vlog leuk, dan zeker even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's en vlogs. En dan hopelijk tot de volgende keer. Dikke kus, bedankt voor het kijken en een hele fijne dag. Ik schat, heerlijk.